Dankjewel. Fijn om van tevoren alvast een applaus te krijgen. Ik had hier oorspronkelijk staan hoe houd je je publiek betrokken om ruimte te besparen, maar toen was ik nog bezig met het laatste keer oefenen. Toen dacht ik, ja, dat vind ik eigenlijk toch wel iets te groot risico. Dus ik heb toch maar even online publiek bijgezet. Ik heb al een goede introductie gehad. Ik ben Jesse. Ik ben de Yoast Academy Lead. Iets wat nog niet is verteld is dat ik oorspronkelijk uit het onderwijs kom. Ik heb 5 jaar lang als leraar Engels gewerkt. En 2 jaar geleden ben ik bij Yoast komen werken als Academy Lead. Ik wil eigenlijk beginnen met iets wat niet per se deel is van de presentatie die ik wil overbrengen, maar wat wel belangrijk is om ervoor te zorgen dat die presentatie ook daadwerkelijk overkomt. Als ik op conferenties zit, dan denk ik altijd, is het leerrendement nou wel hoog hier? En dan is meestal de conclusie nee. En ik wilde eventjes gaan onderzoeken waarom dat is, op basis van een aantal inzichten uit onderwijs. Mooie piramide hier, die je vaak terug ziet komen in onderwijspresentaties. En die suggereert dat presentatie eigenlijk het minst effectief is van alle leervormen. Dus wat ik hier aan het doen ben, is eigenlijk geen goede manier om jullie iets te leren over het onderwerp dat ik behandel. Ja, je ziet daar bovenaan staan lecture, 5%, verreweg het minste leerresultaat. Wat we beter zouden kunnen doen is iets met audiovisuele ding, of laten zien hoe iets in elkaar zit. En nog beter hè, als je echt het zelf aan het doen bent. Dus als je een discussiegroepje hebt waarbij mensen met elkaar praten over het onderwerp, of dat je het zelfs meteen gaat uitvoeren, of dat je anderen leert hoe je iets moet doen. Dus in feite ben ik diegene die hier die het meest zou moeten leren. Enige probleem hiermee is dat het nergens op slaat. Oh, ik moet terug. Het werkt niet. Oh, shit. Oh, dat is zo jammer. Lecture stond nooit in het oorspronkelijke diagram. Dus dit is gewoon bedacht om iemands eigen ideeën te pushen. Dus allemaal erbij bedacht. Er zijn een aantal dingen die in het oorspronkelijke diagram stonden. En de rest is erbij bedacht. Dit is het oorspronkelijke diagram. Je ziet de bronvermelding erbij. Artikel van de MG en anderen. En daar zie je wel een soort gelijke verdeling in. En wat je ziet ook hier is dat de actieve manieren van informatie verwerken de manieren zijn om het beste je informatie te verwerken. Dus effectieve leren is doen en samenwerken. Enige probleem met dit model is dat de schrijver van het artikel het niet herkent en zegt, ik heb dit niet geschreven. Dus wat in het artikel staat heeft ook helemaal niks te maken met de grafiek die je ziet die gekoppeld wordt aan het artikel dat daar geschreven is. Die percentages die zijn in elke variatie van dit diagram, en er zijn er echt tientallen, allemaal bedacht. Waarom is het dan wel zo dat je waarschijnlijk uit presentaties niet zoveel leert? Dat heeft te maken, als we de wetenschap het antwoord niet kunnen vinden, gaan we naar de memes toe. Hersenactiviteit. Hier zie je de hersenactiviteit van een gemiddelde leerling in de wiskundeles, of geschiedenisles, of wat dan ook. En de hersenactiviteit tijdens Wie is de Mol. Heeft een leerling gemaakt. En dit is eigenlijk een veel betere beschrijving van wat er daadwerkelijk aan de hand is dan de grafieken die zogenaamd afgeleid zijn van wetenschappelijk onderzoek. Er zijn een aantal factoren die gaan bepalen of je goed leert. En dat is onder andere voorkennis. Hè? Als ik zo dadelijk dingen vertel, probeer ze dan te koppelen aan iets wat je al weet. Want dat is hoe je brein leert. Je hebt een bepaalde collectie van kennis en verbindingen die in je hersenen zitten. En als je nieuwe kennis verbindt daaraan, zorg je ervoor dat het makkelijker in je hoofd blijft. Daarnaast dus de hersenactiviteit. Je moet wel betrokken zijn bij wat je aan het doen bent. Hè, als je op je telefoon zit, dan ga je waarschijnlijk niet onthouden wat er gezegd wordt als je het al hoort. En ten derde, de mentale ruimte. Dit is een van de redenen dat conferenties een hele slechte omgeving zijn eigenlijk om te leren. Er wordt zoveel verteld, er zijn zoveel presentaties die je ziet, dat je brein wordt overladen met allerlei informatie en informatie en informatie. En dan gaan mensen in die presentaties ook nog 15 dingen uitleggen en allemaal behandelen en weinig kernachtig vertellen wat nou precies het belangrijkste is. En je wordt totaal overladen met alle informatie. En daardoor is het zo dat je een week of 2 weken na de conferentie eigenlijk van de meeste presentaties niks meer terug kan halen. En maar van enkele presentaties hele kleine stukjes informatie. Omdat dat toevallig net bij je geresoneerd heeft. Dat je net denkt, dat vond ik vet, daar onthoud ik een klein stukje van. Ik ga natuurlijk proberen ervoor te zorgen dat tijdens deze presentatie er wat meer aanknopingspunten zijn. Zodat je meer onthoudt. En we gaan zien of dat lukt. En de reden dus dat het tijdens conferenties vaak niet zo goed gaat, is dat mensen vaak zo zitten. Hè, met allerlei andere dingen bezig. Foto's maken van de slides en die dan op Twitter zetten. Waardoor ze weer een deel van het verhaal missen.
Kan trouwens ook heel nuttig zijn. Ik zeg niet dat het doel van een conferentie is om zo hoog mogelijk leerrendement te halen, want vaak gaat het juist ook om netwerken of om op Twitter te laten zien dat je er bent en zo je eigen merk weer uitbreiden. Maar goed, beslis even voor jezelf dus, welke informatie van deze conferentie wil ik echt graag onthouden en focus daarop. En laat de andere informatie ook wat minder, concentreer je er wat minder over op. Dus ook in deze presentatie, bekijk goed, wat wil ik weten, wat wil ik echt onthouden? Zijn er dingen die je echt wil onthouden? Kun je aantekeningen maken? Als je die aantekeningen maakt, kijk er dan ook later naar terug, anders heb je er helemaal niks aan. Ja? Waarom deze presentatie? Nou, ik heb dus 5 jaar in het onderwijs gezeten en toen kwam ik bij Yoast. En toen ben ik me een beetje gaan verdiepen in WordPress en online wereld. En ik was zo gefrustreerd door allerlei sites en producten die ik tegenkwam, waarop allerlei dingen stonden die ik niet begreep. Met name met WordPress gerelateerde dingen zag ik heel veel termen gebruikt worden waarvan ik dacht, ik heb echt geen idee wat dit betekent. Er is geen enkele context waar ik kan opmaken wat dit betekent. Wat moet ik hier? En die frustratie die kwam ik steeds op allerlei verschillende plekken tegen. Onder andere ook in onze eigen producten, dus dat was helemaal leuk. In Yoast Academy waren er video's van 40 minuten die dan een heel moeilijk stuk uitlegden over structured data. En ik was na 5 minuten al überhaupt de draad kwijt. En dan ging Yoast de Valk, onze oprichter, ook nog even een anekdote vertellen over iets anders. Waarvan ik dacht, wat heeft dit te maken met wat we aan het leren zijn? Ik was totaal overprikkeld. Omdat er allerlei dingen bijgehaald werden en superveel informatie in één keer werd verteld. En ik dacht, ja, op deze manier leer ik het gewoon niet. Yoast SEO plugin, ga ik dadelijk wat voorbeelden van geven waarom dat niet altijd goed werkte. Dus superveel frustratie. En ik merkte, toen ik bezig was met Yoast Academy verbeteren en later ook bezig was met hoe we de ervaring in de plugin konden verbeteren, dat een aantal inzichten uit het onderwijs me konden helpen om ervoor te zorgen dat alles begrijpelijker werd voor mensen die misschien wat minder direct betrokken zijn bij waar je zelf betrokken bij bent. En daar ga ik 3 dingen van bespreken. Dit zijn de 3 dingen die ik vandaag ga bespreken. Alles wat ik verder vertel is een ondersteuning van deze 3 punten. Dus als je iets wil onthouden, deze 3 punten is hetgene waarvan ik denk, dit is het belangrijkste, de rest is ondersteuning. Ten eerste, hef de vloek van kennis op. Zorg ervoor dat hetgene waar jij zit en hetgene waar je gebruiker zit, dat je doorhebt dat dat een groot gat is en zorg ervoor dat je die bij elkaar brengt. Maak de mentale belasting zo klein mogelijk. Zorg ervoor dat je gebruiker niet afgeleid raakt. En creëer verbondenheid en herkenbaarheid. Deze 3 dingen ga ik dadelijk 1 voor 1 bespreken en ondersteunen met voorbeelden. Het eerste punt, hef de vloek van kennis op, wil ik even met een anekdote toelichten. Dit ben ik in groep 3. Was ik 7. En ik zat in de klas bij juf Ineke. Juf Ineke was een heel aardige lerares. En ik moest op een gegeven moment extra opdrachten gaan halen, omdat ik klaar was met de reguliere lesstof. En wij zaten in een school, wat op zich logisch was in die situatie. Eigenlijk het enige stukje van de school dat ik kende was de ingang en een stukje naar links. Want daar zat de kleuterschool en groep 3 bij elkaar. En groep 3 zat naast de ingang. Dus juf Ineke zei, ga maar even helemaal naar het einde van de gang. Daar is meneer Frans van groep 8 en die kan je die extra opdrachten geven. Dus ik loop naar buiten toe. Ik loop de 3 meter richting de ingang. En toen kwam ik dus in onbekend terrein. En er was een gang van ongeveer 2 kilometer lang, met een plafond van, denk 400 meter hoog ongeveer. En ik dacht echt, wat doe ik hier? Ik heb geen idee waar ik heen moet. Ik ben gaan lopen en ik kwam uit aan het einde van de gang. En toen bleek dat het een L-vormige gang was. Daar had ik ook geen idee van, was nooit geweest. Dus toen dacht ik, ja, moet ik nou hier zijn of moet ik nou daar aan de andere kant, helemaal aan het einde van die gang zijn? Want ik weet niet, welk einde van de gang bedoelt ze nou precies? Dus ik sta daar en ik loop een beetje terug, want ik weet niet wat ik moet doen en ik ben 7 en ik heb geen idee. Dus ik sta daar een beetje van, ja, wat wil ik nou? En toen ging de deur open en toen kwam er een man naar buiten. En die zegt, ja, kan ik je helpen? Wat is aan de hand? Ik zeg, ik zoek meneer Frans. En hij zegt, nou, dat komt goed uit, want ik ben meneer Frans. Dus dat probleem hebben we opgelost. En toen vroeg hij me van, wat heb je nodig? Kan ik je helpen? Wat gaan we doen? Dus ik zei, ja, ik heb extra opdrachten nodig. Hij zei, oh ja, ik weet wel wat je bedoelt. Kom even mee, leg zijn hand op mijn schouder, neem het mee de lokaal in. Geef me de extra opdrachten, dan gaan we naar buiten toe. Hij vraagt, heb je nog iets nodig? Kom je terug? Ik zeg, ja, dat lukt denk ik wel. Dus ik was alweer gerustgesteld en ik loop terug naar dat lokaal. Je ziet hier 2 leraren die op een heel andere manier omgaan met een kind. En dat is eigenlijk het punt dat ik wil maken, wat heel vaak ook gebeurt op sites.
dat je op een bepaalde manier omgaat met je gebruiker zonder dat je bewust bent van de gevoelens die je bij je gebruiker oproept. Ik ga het dan hebben over de zone van naaste ontwikkeling. Die zal ik even toelichten. Je hebt een leerder, of een gebruiker in dit geval, die kan een bepaald aantal dingen zelf. En er is een bepaald aantal dingen dat hij met wat hulp kan. En er zijn een aantal dingen die hij gewoon helemaal niet kan. En wat belangrijk is, als je wil dat die leerder verder komt, of dat hij je product goed kan gebruiken, of dat hij je site begrijpt, is dat je, hier hoef je niet zoveel mee te doen, want dat kan die gebruiker zelf. En dit gebied hier buiten is een superbelangrijk gebied, want dat zijn de dingen die hij niet zelf kan, maar waar hij wel met hulp bij kan. En dat heet dan scaffolding, steigeren. Dat je steigers gaat bouwen, zodat iemand iets aan kan van een iets hoger niveau dan wat hij in eerste instantie aan zou kunnen. En dat was meneer Frans dus. Die kwam naar mij toe, die zei, wat heb je nodig? Ik heb een aantal dingen gezegd, die hielp me. Die zorgde ervoor dat ik de taak kon volbrengen die juf Ineke me ook gegeven had. Waarbij ik totaal in paniek raakte, omdat ik niet de nodige tools had om die taak wel te volbrengen. En dat moet je doen. Zorgen, weten wie is mijn gebruiker en hoe kan ik ervoor zorgen dat die dingen kan. Dus dat is het probleem in dit geval. Makers overschatten over het algemeen hoe begrijpelijk en intuïtief hun eigen materialen of producten zijn voor gebruikers zonder context. En er zijn heel veel mensen die dat niet doorhebben, omdat dit dus super moeilijk in te schatten is. En ook ik, als ik bezig ben met materiaal schrijven voor onze cursussen, val nog heel vaak in diezelfde val. Omdat ik zo nu in die SEO-wereld veel kennis vergaard heb, dat ik niet meer weet wat een leek niet weet. En daardoor toch nog in dingen valt. Dus eigenlijk is het bijna voor iedereen een probleem dat steeds weer terugkeert en waar je steeds bewust van moet zijn. En dat bewustzijn is eigenlijk het belangrijkste. Weten dat je hier staat, proberen erachter te komen waar je gebruiker staat en dan tussenstappen bouwen die ervoor zorgen dat dat kennisgat dat bestaat tussen gebruikers en makers gedicht wordt. Ik zie maar weinig mensen op de telefoon, dat is fijn, behalve Jeroen. Maar die komt op WordCamp Europe nog een keer kijken misschien. Voorbeeld van context, dit is onze Yoast SEO plugin. Die helpt mensen om hun SEO te verbeteren. Dit is een stukje in het menu. Waarbij je instelt hoe je titel eruit moet zien. En dan heb je een title separator. Die title separator staat bijvoorbeeld tussen de titel van je pagina en je bedrijfsnaam. Ja? We hebben hier een aantal dingen aan extra hulp ingebouwd. Er staat altijd linksboven in je menu need help. Dus als je denkt ik loop vast, kun je altijd daarop klikken en dan ga je naar een knowledge base, een grote verzameling aan artikelen die precies uitlegt wat je waar moet doen. Dus dat kun je als hulplijn inzetten. En je hebt hier het vraagtekentje dat als je het aanklikt, een stukje uitklapt waar precies uitgelegd wordt wat je moet doen. Dus hier wordt heel veel steigering geboden voor mensen die vastlopen op wat is een title separator. Of wat er ook wordt gedaan is, uitgelegd is wat voor grootte die je dan heeft. Dus als je hier vastloopt, voldoende context om je te helpen om het wel te begrijpen. In artikelen hetzelfde verhaal. Intern linken is een belangrijke methode om dingen begrijpelijker te maken. Dit is een stukje over structured data, wat code is om ervoor te zorgen dat Google je rijkere resultaten kan laten zien met meer informatie. Zoals sterretjes hier, ratings. Daar moet je zelf code voor schrijven om dat zichtbaar te krijgen in Google. Rich snippets is een term die heel veel van de mensen die ons materiaal lezen niet kennen. Zorg ervoor dat je dan een pagina hebt waarin dat begrip uitgelegd wordt, zodat je in je hele site doorklikbare informatie hebt die dus die stijging brengt en die tussenstappen biedt, zodat iemand uiteindelijk wel dit artikel kan begrijpen. Je kunt het natuurlijk ook in het artikel zelf uitleggen. Dat is een vorm van stijging die op de pagina zelf dan vorm krijgt. Plaatjes zijn natuurlijk iets wat veel vervangen verhelderen. Bij plaatjes is ook een hele goede caption eronder ook belangrijk. Er worden vaak plaatjes neergegooid waar dan niet in toegelicht wordt wat precies hetgeen is wat het plaatje moet verhelderen. En dan is het alsnog niet helder. Ja, in ieder geval probeer dus overal zoveel mogelijk ondersteuning te bieden voor wat je probeert duidelijk te krijgen. En hef daarmee de vloek van kennis op. Nog een voorbeeld. Oorspronkelijk stond in Yoast SEO deze optie, MetaRobots Index, default for this post type currently index, MetaRobots follow, follow, no follow. Ik was dit met Yoast, ik was een cursus aan het maken over ons plugin. En hij was screencast aan het opnemen waarin hij uitlegde wat in elkaar zat. En ik zag deze optie en ik dacht, ik heb geen idee wat ik hier moet doen. En ik wil wel een keuze maken, maar ik heb geen idee welke keuze ik dan maak. Wat ben ik hier aan het instellen? En toen zei Yoast, ja, ik kan het je zo eigenlijk ook niet uitleggen als dat zo, waarom dat hier zo staat. Dus hebben we het herschreven. Wat hier eigenlijk staat is in feite gewoon, wil je dat zoekmachines deze post laten zien in je zoekresultaten? Dus eigenlijk een super simpele boodschap die in vakjargon is opgeschreven, waardoor die heel onbegrijpelijk is voor iemand die niet weet
wat MetaRobots is, wat index betekent, wat noindex betekent. Wat volgens mij gewoon een meerderheid is van onze gebruikers. En dat heeft jarenlang in onze plugin zo gestaan. En heel veel mensen hebben die optie dus niet kunnen gebruiken. Gewoon omdat ze niet wisten wat er stond. MetaRobots follow is iets lastiger. Zouden zoekmachines deze link moeten volgen op deze post? Hier staat volgens mij nog een stukje uitleg onder dat dat verheldert, want eigenlijk is dit ook nog niet super helder. Want waarom wil je dat mensen, dat zoekmachines die post volgen of niet? In ieder geval, als je aan het formuleren bent, probeer te blijven uit je vakje gewoon en probeer het, zoals iemand vanochtend ook al gezegd heeft, te formuleren zoals je gebruiker het gebruikt. Lastig hierbij is dat een van de principes is in cognitieve psychologie. Hoe meer je van een onderwerp weet, hoe moeilijker het is om iets te maken wat een leek begrijpt. Misschien herinner je nog wel eens van school dat je een leraar iets aan het uitleggen was en dat je echt dacht van, ja, wat wil die man zeggen? Ik heb geen idee. En dat dan een klasgenoot het ging uitleggen en dat je dan dacht, ja, maar op die manier snap ik het wel. Dat is dus waarschijnlijk zo gebeurd, omdat die docent qua kennis hier stond, jij qua kennis hier en degene die het ging uitleggen qua kennis hier stond en veel beter wist. Die tussenstap is veel kleiner, dus dan kun je veel beter aansluiten bij wat diegene weet. Dus hoe meer je van een onderwerp weet, hoe moeilijker het is om iets te maken wat een leek begrijpt, en hoe belangrijker het is dat je je bewust bent van dat kennisgat. Dus wat moet je doen? Regelmatig het materiaal controleren op vakjargon, aannames over voorkennis die je hebt gemaakt zonder daar bewust van te zijn, en ondersteunende informatie die dat gat kan dichten. Tweede punt, dus we hebben het gehad over de vloek van kennis, het verschil tussen jou en je gebruiker, gaan we nu naar de mentale belasting. Heb ik eerder al genoemd. Ik ga iets dieper in op waarom die mentale belasting nou zo belangrijk is om te voorkomen. Gaan we het eerst hebben over het geheugen. Er zijn drie vormen van geheugen. Zintuigelijk geheugen, dat is meteen wat er binnenkomt. Ik zie dat daar een boot langs vaart. Ik zie wat licht uit de beamer komen. Ik hoor wat mensen. Dat is zintuigelijk, komt direct binnen. En dat gaat door naar het korte termijn geheugen waarin je dat verwerkt en waarin je logica toepast op wat er in je zintuigen binnenkomt. Dat is ongeveer een paar seconden tot een paar minuten dat je die informatie kunt houden in je korte termijn geheugen. En dan gaat het naar het lange termijn geheugen of het gaat weg. En bijna alles wat in je korte termijn geheugen gaat, gaat ook weer weg. En dat is het probleem. Want als je wil dat iemand iets wat langer vasthoudt, dan zul je dat korte termijn geheugen met respect moeten behandelen. Weet iemand toevallig hoeveel items je ongeveer kunt in je korte termijn geheugen kunt houden op één moment? Ja, zoiets? 5, 7, zoiets. Het principe wat nu het meest geaccepteerd is, is 7 plus 2 of min 2, afhankelijk van de situatie. Maar eigenlijk, de meest recente inzichten suggereren dat het eigenlijk nog minder is over het algemeen, 4 of 5 dingen die je maximaal tegelijk kunt handelen. En die 4 of 5 dingen, die moeten dus wel overwogen zijn. Je wil dat mensen zich kunnen concentreren op hetgene dat je wil, waar ze zich op concentreren. Dus gaan we in op dat korte termijn geheugen. Het is super beperkt dus en heel snel overbelast. En die overbelasting die leidt dus tot frustratie en afleiding en wegklikken. En dus als iets te lastig voor je is, heb je heel snel de neiging om daaruit te vluchten, omdat je letterlijk overbelast raakt in je hoofd. De tip daarbij is less is more. Ik had hier oorspronkelijk een heel verhaal bij getypt over wat dan het principe hierachter was. En toen dacht ik, ik kan het beter weghalen. Ik illustreer het wel even met een voorbeeld. Dit was Yoast Academy voordat ik kwam. Ik vind het echt... Je hebt hier een titel, Do Not Over Optimize, met een uitroepteken daarachter, wat heel veel aandacht vraagt. Dat is de boodschap die hier verteld wordt bij deze slide. Je hebt hier een plaatje met keywords, wat eigenlijk helemaal niet zoveel informatie biedt en niet aansluit bij de boodschap die daar staat. Die zijn ook nog eens in heel veel verschillende kleuren, dus dat roept echt keihard om je aandacht. Dan heb je hier een ander soort achtergrond die contrasteert. Je hebt hier de branding van Yoast, je hebt hier de ondertiteling bij die ook nog je oog daarheen haalt. Je hebt Marieke die hier staat, die is verder niet zo afleidend en daar moet je gewoon naar luisteren, dus dat is prima. Je hebt hier, kun je hier niet zo goed zien, maar er staat ook nog Grieks IOA als extra achtergrondje hierbij. Dat is ook afleidend. En je hebt nog die groene omkadering hieromheen. Dus er zijn superveel dingen die hier om aandacht vragen. En dat staat allemaal in de weg dat je naar Marieke luistert en wat ze te zeggen heeft. Hoe het er nu uitziet. Is een stuk rustiger. Marieke zei dat ik mezelf hierin moest zetten. Dat heb ik niet zelf bedacht, want ik vond het een beetje vervelend.
Maar zij vond het heel grappig als ik haar zou vervangen met mezelf. Dus even dat dat duidelijk is. We hebben het veel rustiger gemaakt. Eén duidelijke boodschap. Traffic potential is always relative to your market. Dat is ook wat ik zeg hier. En er is maar één boodschap die je moet krijgen. Er is niets wat om aandacht vraagt. En dit kun je eigenlijk, dit principe kun je overal toepassen in allerlei verschillende situaties. Ander heel belangrijk punt van het niet overbelasten van je mentale capaciteit is leesbaarheid. Bijna iedereen schrijft ingewikkelder dan nodig is. Het is heel... als je eigenlijk gewoon schrijft zoals je normaal schrijft, dan is het vaak te lastig. En dat blijft ook voor iedereen lastig. Want het is, je bereikt niet zo heel snel een status waarin je zo goed schrijft dat alles zo simpel mogelijk is. De tip daarbij is om meer tijd te besteden aan het editen van je tekst dan aan het schrijven. Het principe is dat je ongeveer 40% voorbereidt van je tekst, dan 20% schrijft van de tijden. En dan 40% bezig bent met het structureren van je tekst, het extra editen, ervoor zorgen dat het net wat makkelijker geformuleerd is. En ervoor te zorgen dat het dus je gedachten worden vertaald naar wat het meest effectief is. Dus besteed veel tijd aan het editen van wat je aan het schrijven bent, met die verschillende dingen in gedachten die ik eerder heb uitgelegd. Laatste punt. We hebben het dus gehad over dat kennisgat dat je moet dichten. Die mentale belasting die je zo klein mogelijk moet houden. En nu ga ik dat tweede punt even een beetje onderuit halen. Want ik heb gezegd dat alles zo minimaal mogelijk moet. Maar daar is ook een andere kant aan. Want als je zo minimaal mogelijk alles maakt, dan is het ook vaak niet zo heel erg. Dan grijpt het je niet zo heel erg. En dat is misschien nog wel het meest belangrijk. Dat je gebruiker een fijn gevoel heeft bij wat je aan het doen bent. De oorspronkelijke... term die in het onderwijs gebruikt wordt is zonder relatie geen prestatie. Maar prestatie is een beetje een gekke term in de vertaling naar online. Dus zonder relatie geen inhoud is het principe dat ik hier presenteer. Dit plaatje is gemaakt bij een artikel dat ik ooit heb geschreven. Dat heet Yoast SEO Hates My Writing Style. Wat een citaat is dat ik op Twitter behoorlijk vaak tegenkom van mensen die nogal een hekel hebben aan hoe de Yoast plugin feedback geeft op hun teksten. En dan zie je dat al die mensen... Ja, zoals Shakespeare hier, super boos zijn en super geïrriteerd zijn door de manier waarop die feedback geeft. En eigenlijk dus niet meer lezen wat er gezegd wordt, want dit is eigenlijk wat we zeggen is volgens mij een stuk milder dan wat zij vaak opvatten. Zo boos zijn, ik gebruik het niet meer en helemaal weg zijn. Hè? Dus je moet er wel voor zorgen dat je met je product mensen verbindt en dat mensen een positief gevoel krijgen bij wat je aan het doen bent. Een van de manieren waarop wij dat doen is onder andere door dit soort afbeeldingen te maken. Onze tekenaar Erwin maakt heel veel heel mooie afbeeldingen waar mensen altijd blij van worden om ze te zien. En dat is een van de dingen die bij Yoast prettig werken. Dus mensen herkennen die stijl en vinden het altijd leuk om die afbeeldingen te zien. Denk bijvoorbeeld ook terug aan een leraar op school die mooi vertelde. Die was niet aan het minimaliseren. Die was ermee bezig om een supermooi verhaal te vertellen waarin hij ook zijn eigen ervaringen verwerkte. En dat kon dan 10 minuten duren, maar het zijn wel soms verhalen die je nog jaren later weet, omdat het zo... anders was dan de rest, omdat het zo bijzonder was. En dan komen we weer terug hierbij. Als je een mooi verhaal vertelt, dan is die hersenactiviteit juist heel groot. Ja? Een van de dingen die we bij Yoast daarvoor gedaan hebben, is deze. Waar oorspronkelijk deze homepagina, die kwam uit een hele serie tests van een conversieoptimalisatiebedrijf. Waarbij ze eigenlijk gewoon de hele tijd financieel getest hebben wat werkt beter. Dit was uiteindelijk de winnaar daarvan. Maar we merkten heel erg dat het gevoel van Yoast daar niet in naar voren kwam. En dat het eigenlijk heel kil was. En dat wilden we niet, want we vinden ook... We willen niet alleen kijken naar wat verkoopt nou strikt gezien 2% meer. Maar ook naar de ervaring die mensen bij ons bedrijf hebben, zodat ze voor lange termijn ook een goede ervaring hebben. Dus we hebben die koude pagina die financieel goed presteerde vervangen door een pagina die veel meer het gevoel vangt dat wij willen dat mensen bij Yoast SEO hebben. Dus, om samen te vatten... De kernpunten. En als je iets met je telefoon wil vastleggen, doe dan deze even. Hef de vloek van kennis op. Maak de mentale belasting zo klein mogelijk. En creëer verbondenheid en herkenbaarheid. Ik heb in mijn... Oh, sorry. Ja, ik wacht even. Ik zal even wachten tot ik iedereen... Kan ik verder? Oké. Dat is een onbeantwoordbare vraag. Kan ik verder? Is er iemand die nog een foto wil maken? Nee? Oké. Ik heb in mijn samenvatting veel praktische tips beloofd. Ik heb er 4 gegeven. Maar tijdens het maken van die presentatie, ik had dat ding al geschreven voordat ik daadwerkelijk aan de slag ging met hoe ik het moest doen.
kwam ik erachter, ja, dan kan ik wel 15 tips gaan geven. Maar dan spreek ik meteen heel erg mijn eigen punt tegen van je moet niet te veel mentaal belasten. Dus ik ga ze niet nu geven, want over 5 minuten is dat werkgeheugen uitgewerkt. Dan heb je ze toch niet meer in je hoofd. Dan heb je er maximaal 1 waar je wat aan hebt. Dus ik dacht, ik ga het even educatief verantwoord aanpakken. Wat handig is om te doen, is als je denkt, ik wil hiermee aan de slag, of een aspect hiermee wil ik mee aan de slag, reserveer dan even nauw tijd in je agenda voor bijvoorbeeld over 1 week of over 2 weken, waarmee je echt aan de slag gaat met de principes die hier uitgelegd zijn. Ik heb een pagina geschreven, een artikel met 13 tips die wat verder uitwerken, die 3 principes die ik net heb besproken wat verder uitwerken, waarbij je dan gewoon met hetgene wat je hebt met je product of met je site meteen aan de slag kan om die dingen daadwerkelijk toe te passen. En dan hebben we meteen het probleem opgelost van het feit dat zo'n conferentie een vrij laag leerrendement heeft, doordat we het voortzetten op een moment wat veel meer leerrendement heeft. En toch, wat we helemaal aan het begin zagen, dat leren door te doen dan toegepast wordt. Nadeel is natuurlijk dat er dan geen mogelijkheid is om live vragen te stellen. Kun je altijd via Twitter doen, @jesseteaching, of je kunt me een mailtje sturen naar mijn voornaam, @joost.com. En dan geef ik je alsnog antwoord. Dus dat probleem is ook dan snel opgelost. En laat het ook even weten als je het leuk vond of nuttig vond. Of als je het juist helemaal niet leuk of nuttig vond, zodat ik daar iets aan kan doen voor een volgende keer. Ik ga deze ook op WordCamp Europe doen, dus ik ga hem sowieso nog een keer geven. Dus feedback is welkom. En ik hoop dat jullie het nuttig hebben gevonden. Dankjewel.